gaan overleg plegen over onze gezamenlijke reis naar Amerika. Oh, leuk. In september, oktober. Maar dan moeten we even, laat maar zeggen, alles gelijk zetten. Ja. Zodat we ook zo'n beetje dezelfde dingen willen. Lijkt me wel een hele leuke ervaring weer. Anders dan de dino-reis. Ja, totaal anders. Omdat dit beperkt tot Boston. Er is geen grotere tegenstelling eigenlijk dan tussen Boston en Wyoming. Die arme dierige stadjes daar in Wyoming en Montana. Wat is het grootste verschil dan? Ik ben daar nooit geweest. Boston is een hele rijke stad. Een hele dure stad. En die heb ik nooit verteld dat de precies dezelfde hotelkamer in Chicago kost de helft van een vergelijkbare hotelkamer in Boston. Maar ja, het is een heel aantrekkelijke stad. Een beetje een half Europese stad. Natuurlijk ooit gebouwd op een eiland. Dat is ondertussen natuurlijk aan het vasteland vastgemaakt. Maar kijk, iets wat in beperkte ruimte wordt gebouwd, dat is vaak veel aantrekkelijker dan iets wat zich als een soort schimmel over de hele omgeving kan verspreiden, zoals de meeste Amerikaanse steden, waar geen pest aan te beleven valt. Die zijn de ongezelligheid zelf in allerlei opzichten. Maar dat geldt dus niet voor Boston. Het is een hele mooie oude wijk, peperduur ondertussen neem ik aan. Leuk park is er. En prachtige musea. Boston kan ik iedereen aanbevelen. Bovendien, dat is natuurlijk het attractiefste aspect van Boston. En trouwens ook een groot deel van de staat Massachusetts, waarvan Boston de hoofdstad is. Dat is natuurlijk dat er normale mensen wonen. Dus dat je dat hele Trump-gedoe, dat heb je daar niet eigenlijk. Het is de meest, ja, misschien dat Vermont de meest on-Trumpiaanse staat is. Maar voor Massachusetts en zeker voor het oostelijke deel geldt dat ook. Het zijn mensen die dus normale politieke opvattingen hebben. Toen Trump werd gekozen in 2016, in november toen. Was mijn nicht, die was in tranen. Die vindt dat, ja, je moet je voorstellen dat wij zo'n halve garen krijgen als minister-president. En dat je zit er maar mee. Omdat het natuurlijk toch, hoe dan ook als je helemaal niet op zo iemand gestemd hebt. Ja, heeft het toch vaak vergaande politieke en maatschappelijke consequenties. En dat heb je dus in Boston zit je wat dat betreft volledig veilig. Je kunt er ook heel normaal eten, zou ik maar zeggen. Dus niet zo'n wonderlijke gemalen takkenbos als Amerikanen als ze maaltijd zien. Hè. Thank God it's Friday. Dat is een beetje mes. Mijn beroerdste ervaring ooit geweest. En de hoeveelheden, zijn die ook normaal? Of krijg je wel heel veel? Je weet dat er bij restaurants is een vaste wet. Hoe kleiner de hoeveelheden, hoe duurder het restaurant is. Dus als je tenslotte het voorafje serveren met een vergrootglas, dan weet je zeker dat het voorafje alleen al $50 in dit geval, of €50 kost. Weet je, dan krijg je een heel groot bord, weet je. Een piemelige stukje groen wat daar zit en een blauw besje in. Dat is het. En dat staat er ook op de kaart vaak met de 7 smaakelementen. Nou ja, dan moet je wel erg je best doen natuurlijk, wil je die eruit halen. Nee, dus dat kan ook in Boston. Het is in allerlei opzichten een hele, ik kan niet anders zeggen, fijne stad. Ja, wat zijn fijne Amerikaanse steden? De meeste dus helemaal niet. Dat laat ik dat erbij zeggen. En Chicago is beter dan zijn reputatie, mits je natuurlijk niet naar die South-Zuid gaan waar ze elkaar op grote schaal doodschieten. Dat is niet zo verstandig. Maar goed, het is een hele grote stad. Detroit is een wonderstad in de zin dat het een soort Pompeji is, maar dan van het moderne land. Ik bedoel, van de moderne ontwikkelingen. Omdat natuurlijk, het is een stad die nu nog denk ik 600.000 inwoners heeft. En die ooit 2,2 miljoen inwoners had. En die zijn verdwenen naar de omgeving overigens. Ik denk dat de county, dat zal wel meevallen qua inwoners. Nou weet ik niet precies hoe het met stad en county zit in Detroit. Maar mocht u toch in de buurt zijn, ga vooral even kijken. Het is toch uniek om te zien. Er zijn hele redelijke hotels, dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. En een prachtig, prachtig museum. Echt een uniek museum. Met die grote wandschilderingen van Diego Rivera van de Ford-fabrieken. Dat is echt zeer de moeite waard. Eens even kijken, dan moet u natuurlijk naar Seattle.
Ja, dat is een hele mooie stad, vooral omdat het regent. Het is grijs en het regent en heb je daar die sound, dat is echt... Ik kwam eigenlijk na een zomer in het Middenwesten, dat je denkt, ga ik dit überhaupt nog overleven? En ik had een auto gehuurd en reed in westelijke richting en ik kwam in Seattle, denk ik, het is net Nederland. He? Ja, dat krijg je dan. Dan komt er de ligging, heb je al eens uitgelegd. Ja, daar komt er de ligging. Het is natuurlijk het licht van de Pacific. Het heeft volgens mij is een betrekkelijk mild klimaat, ook door die Pacific. En ik reed binnen in mijn levensgevaarlijke rijdende benzinebom, de Ford Pinto. Dat wist ik allemaal niet, dat hoorde ik pas later. En het was grijs en het motregende. En ik ben uitgestapt. 10 minuten in de motregen gaan staan. Oh, wat is dit heerlijk. Motregen. Hè? Na die verzengende hitte van waar ik was, Wisconsin met name. Vreselijk gewoon. Ja, een beetje die hitte die ons nu ook te wachten staat in West-Europa. Daar moet het al verschrikkelijk worden. Ik ben wel eens een paar dagen in Indiana geweest. Daar was het elke dag in de schaduw al 42 graden, geloof ik. Dus dit is echt verschrikkelijk. Nou, waar moet je natuurlijk nog zeker ook heen? Je moet natuurlijk naar Los Angeles. Ja, dat heeft natuurlijk ook een bar slechte reputatie in allerlei opzichten. Maar het is eigenlijk een fantastische stad. Het is geen stad om te wandelen en fietsen, zou ik geloof ik ook niet aanbevelen. Maar als je een beetje niet al te erg vindt om auto te rijden, dan is Los Angeles een geweldige stad. Ook museaal natuurlijk een topstad. Eerste klas. Ja, wat heb je nog meer? New Orleans is zonderling, laat ik het zo zeggen. Dat een groot deel van de rommel, ook van Katrina, die storm, dat is eigenlijk nog niet behoorlijk opgeruimd. Maar goed, dan nu heb ik al eigenlijk heel de Verenigde Staten. Nou ja, Las Vegas is uniek. Ik bedoel, het is een ordinaire, vulgaire kermis op van het allerergste allooi. Maar om het een keer te zien, is wel de moeite waard, ja. He? Je hebt er alles bij elkaar. De Venetiaanse water, die brug, de Eiffeltoren, alles is er al. Ja, wat mij nu nog denken aan dat Hollandse pretpark in Japan, dat wil ik toch wel nog een keertje zien, denk ik. He? Dan heb je de Domtoren op 19e van de ware grootte. Maar goed, stedelijk is Amerika. Ik heb de meeste Amerikaanse provinciesteden zijn verschrikkelijk. Dus dan heb je eerst Roadtown en dan heb je wel een soort centrum. Maar het stelt meestal geen reet voor. Je hebt ook dat Calgary, maar dat is ik dwaal nu een beetje af. Calgary is een vrij forse stad, maar die heeft dus niet dat slonzige wat veel Amerikaanse steden hebben. Maar dat is ooit gekozen, geloof ik, tot de meligste stad ter wereld. Dus de meligste stad ter wereld? Ja, zeg ik, ja. En wat waren de criteria daarvoor? Nou, dat er echt helemaal niets te doen is, ondanks het feit dat het wel een miljoenenstad is, volgens mij. Maar ja, zoals gezegd, Canada viel mij bitter tegen. Ja. Ik had mij van Canada eigenlijk een soort toch een licht Europese uitstraling voorgesteld, als er sprake van. Althans, daar niet. Zit daar natuurlijk wel helemaal in het westen van het land. Maar hoe kwamen we weer op Boston? Boston, we gaan naar Boston, want ja. Mijn neef en nicht wonen in Boston. En we gaan vooral naar mijn neef en nicht om ze allemaal nog een keer de hand te schudden en op de wangen te kussen. Dan moeten we allemaal erg oud worden natuurlijk. Hoe oud zijn ze? Mijn nicht Carlotta is denk ik 2-3 jaar ouder dan ik. Die zal van 40 zijn, schat ik. Dus die is ook al... En zij is getrouwd met een Australiër, Ren. En die is denk ik ook wel iets ouder dan ik. Ze zijn echt een fractie ouder dan ik. En ga je dan ook wel een soort van pre-verjaardagsfeest vieren? Want dan ben je bijna jarig natuurlijk. Nee, dat was ik niet van plan. Kijk, als zij spontaan besluiten tot een leuk cadeau, dan ben ik de broertje niet. En we kunnen in ieder geval gezellig gaan eten. Ergens in Boston. Maar dat was ik eigenlijk niet van plan, nee. Want ik heb besloten om mijn verjaardag toch vrij simpel op Texel te vieren in kleine kring. Ja. En hoe komt het dat je daar een familie hebt wonen? Oh, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Heb ik dat niet alles verteld? Ja, maar ik ben het weer vergeten. Oh, je bent het weer vergeten. Ik weet niet of de luisteraars die zeggen. Ik kan even naar de wc, want hij gaat weer precies hetzelfde vertellen als 2 weken geleden. Mijn moeder had een dubbele nicht, dat wil zeggen... De vader en de moeder van mijn moeder,
die hadden allebei een broer en een zuster. Die zijn ook weer met elkaar getrouwd. Dus dat is een soort van... En dus mijn haar moeder had een dubbele nicht. Die heette Ella. Tante, voor ons dus tante Ella. Iets ouder, ook ietsje ouder dan mijn moeder. En die is al in de jaren 30, late jaren 30, getrouwd met een Amerikaanse ingenieur. Genaamd Fink. En die is dus al in 39 vertrokken naar, nou ja, precies op tijd. Ze hebben daar maar niks van meegemaakt. En ik heb toch wel eens verteld dat kwamen ze op bezoek in de halverwege de jaren 50. Je had het gevoel alsof het aliens waren. Zo welvarend waren ze vergeleken met dat armoedje wat er nog, nou ja, in Nederland, wat in Nederland nog min of meer redelijk was. Was dit een totaal andere propositie. Een reusachtig huis daar in Columbus. En hij reed altijd Oldsmobile, merkwaardig genoeg. Ik heb mijn nichten die hadden samen een camera aan, een eigen camera aan. Ah, jongen, ik viel ondersteboven van jaloezie. Dat was nog eens wat. En ik had natuurlijk, mijn opa en oma hadden zo'n leesportefeuille. Bestaat dat eigenlijk nog, leesportefeuilles? Nou ja, interessant fenomeen op zich. En daar zat ook de Life en de Saturday Evening Post in. Amerikaanse weekbladen. Ik keek altijd, ja, ook met jaloezie toch naar de advertenties. Met name de auto-advertenties. Veel later heb ik gelezen dat in die auto-advertenties de mensen met opzet iets verkleind werden. Zodat de auto's veel groter leken. En die waren dan altijd geparkeerd bij zo'n huis met van die over elkaar vallende planken. Weet je wel, zo'n wit huis met over elkaar vallende planken. Zoiets had ook mijn familie daar in Columbus, Ohio. Ja, aliens. Het was het, ja, in alle denkbare opzichten. Vonden zij dat ook van jullie? Nou ja, het was natuurlijk vanuit hun perspectief was het wel een armoedje. Het welvaartsverschil is totaal verdwenen. Wij zijn in principe net zo welvarend als zij, als mijn nicht en mijn neef daar. Niet mijn andere nicht en neef, want Carlotte heeft nog een zuster. Zou mensen dat allemaal graag willen weten? Die heet Katrina. Ja, niet naar de storm en de storm niet naar haar, natuurlijk. En die is weer getrouwd met ook iemand uit Columbus, Ohio. Die is daar opgegroeid, die man. Die was een chemicus. Ja, ondertussen ook allemaal stokoud natuurlijk. Katrina is nog weer ietsje stokouder. En die heeft ooit zo'n management buy-out gedaan. En daar is die ruim miljonair van geworden. Dat is de familie. En dan is er natuurlijk een broer van mijn vader, als we nu toch bezig zijn. Die is voor een studiejaar naar Amerika gegaan. Ik denk in 52 of zo. Nou, in ieder geval, hier is de helft van de jaren 50. En het was heel interessant. En zijn ietsje oudere broer was daar ook al geweest voor een studiejaar. En had daar een gezellige, aardige vriendin opgepikt. Maar die was weer teruggekomen naar Nederland. En deze andere oom, dat was mijn vaders jongste broer, die maakte kennis met die vriendin van de iets oudere broer. Ja, die is daarmee getrouwd en die is daar gebleven. En die heeft dan een hele reeks kinderen en die kinderen hebben weer kinderen, want dat geldt natuurlijk ook voor Carlotta en Ren, die hebben ook kinderen, die kinderen hebben weer kinderen enzovoort. En die ga je ontmoeten in september dus. Ja, ze hebben ook een ontzettend leuk, mooi buitenhuis aan Lake Champlain. Ja, dat zullen de mensen waarschijnlijk wel niet weten wat Lake Champlain is. Maar het is een lang, dun meer aan de oostkant van de staat New York. Upstate New York was ooit een centrum van landbouw en tuinbouw. Wat leverde aan de stad New York, maar dat is al lang niet meer zo. En ga je dan daar in een hotel zitten of ga je bij hun in huis slapen? Dat gaan wij nu bespreken. Want ze zijn enorm gastvrij. Dus en mijn dochter heeft overigens ooit een jaar in Boston gewoond en gestudeerd. En dus die wilde wel gaan logeren, vind ik ook prima. Maar mijn zoon wil meer privacy. Dus die wil gewoon dat hij 's ochtends humeurig uit zijn bed kan komen. En dan kan hij beter natuurlijk een hotel nemen. En we moeten een beetje een ruime aantrekkelijke auto huren. Dus dat gaan we nu morgen bespreken, hoe we dat precies gaan doen. Kijk, leuk.